Sommige woorden in deze aflevering zijn kwetsend. Universiteit van Nederland. Zijn er woorden die volgens jou eigenlijk echt niet meer kunnen? Bijvoorbeeld flikker. Het woord kriool. De zwarte piet. Wijf. Hoogopgeleid. Tyfustering. Blank. Want hoer, ja. Is ook niet goed natuurlijk. Dat het woord neger niet meer mag. Wat moeten we met deze woorden? Moeten we ze anders formuleren, schrappen uit het woordenboek of zelfs verbieden? We vragen het Sibo Kanobana van de Open Universiteit. Ik denk niet dat als we morgen een taalpolitie gaan inschakelen en mensen gaan verbieden om woorden te gaan gebruiken, ja, dat gaat alleen maar een goede reden zijn om ze net wel te gebruiken. Hij is sociolinguist. Wat is dat eigenlijk? Wij kijken naar taal in de maatschappij, de rol van taal in de maatschappij. Hoe taal verandert in de maatschappij. En taal verandert constant. Woorden kunnen door de tijd een hele andere betekenis krijgen. Kijk maar naar een woord als ziek. Ziek is op zich een negatief woord. Een heel duidelijk negatief woord. Ja? Je bent ongezond. Dat je een ziekte hebt. Terwijl als ik denk aan ziek, denk ik echt aan ziek. Ik denk niet aan cool of zo. En we zien bijvoorbeeld dat elke generatie steeds zich weer ook in klederdracht, ook in andere symbolen die we uitdragen, zich gaat afzetten ten aanzien van de andere generatie. Dat zien we ook gereflecteerd in taal. En dan kan een woord zoals ziek plotseling een positief woord worden. Zeg van, wauw, dat is echt ziek, man. Dat was heel ziek of vet of zo. Ik ben inmiddels al 37, dus ja. Nu, als ik soms de jeugd van tegenwoordig hoor van ja, is echt ziek, dan moet ik in mijn hoofd echt een beetje omschakelen van oh ja, dit is een andere connotatie. Een ander woord waarvan de betekenis in de loop van de jaren sterk is veranderd, is het woord wijf. En ik schrijf het nu in het groen omdat wijf eigenlijk historisch geen negatief woord is. Het is gewoon een synoniem van een ander woord, vrouw. En deze twee woorden waren eigenlijk heel gebruikelijk en niet negatief geladen tot en met de 16e eeuw, ja? Je ziet dat wel wijf het woord was om algemeen te verwijzen naar vrouwen, terwijl vrouw specifiek werd gebruikt voor adellijke vrouwen, of adellijke wijven, moet ik zeggen, in die context, toch? Maar eind 16e, begin 17e eeuw verandert er iets. De middenklasse kreeg macht door hun geld, opleiding of werk. En daardoor werden ook deze wijven voortaan met het woord vrouw aangesproken. En zo zie je dat eigenlijk het woord wijf evolueert naar een negatief woord. Een woord dat je gebruikt voor vrouwen die geen respect mogen krijgen. Wijf vind ik grof. Ik heb ooit eens tegen mijn moeder gezegd wijf. Toen kreeg ik met een pantoffel. Dat mocht niet. We pakken het woordenboek erbij. Even kijken. Wijf. Negatief voor vrouw. En als we ziek opzoeken, dan staat die nieuwe betekenis er nog niet eens in. Maar ja, als de definitie steeds weer kan veranderen, is het dan wel handig om het vast te leggen in een woordenboek? Ik ben geen pleidooi aan het houden tegen woordenboeken of tegen definities. Dat zijn handige instrumenten, want daarmee hebben we een soort van referentiekader waarmee we elkaar beter kunnen begrijpen. Ik ben bijvoorbeeld een Belg met mijn accent, maar toch kan jij mij als Nederlander verstaan omdat we ergens een gelijkaardig referentiekader hebben en op school dezelfde grammatica en dezelfde spraakkunst hebben onderwezen gekregen. Maar tegelijkertijd creëert dat een soort van illusie dat wat in een woordenboek staat of in een grammatica eigenlijk de echte, juiste, correcte taal is. En dan lijkt het alsof woorden een vaste betekenis hebben, terwijl dat woorden constant heronderhandeld worden en naar gelang de context heel anders, zelfs tegenovergestelde betekenissen kunnen krijgen. Soms gaan die veranderingen dus heel natuurlijk, zoals in jongerentaal of doordat de maatschappij verandert. Maar soms verandert taal ook door beleid, doordat het wordt opgelegd door de overheid. Een goed voorbeeld daarvan is het woord allochtoon. Aanvankelijk om te verwijzen naar die mensen die naar hier kwamen na de Tweede Wereldoorlog om Europa en Nederland te gaan heropbouwen, werd het woord gastarbeiders gebruikt. Ja? En gastarbeiders was een woord dat op dat moment nog neutraal klonk. En dat ook heel duidelijk uitdrukte dat die mensen hier tijdelijk kwamen als gasten om hier te werken. Ja? Maar stilletjes aan kreeg dat woord een negatieve bijklank en werd dat een stigmatiserend woord. Waarom? Omdat we altijd wel door racisme die groep mensen dat zagen als een probleem. Een probleem voor de maatschappij. En dus werd er gekozen voor een nieuw woord. En dat nieuw woord dat in de jaren 70 gebruikelijk werd, was migrant. Wat tegelijkertijd
En dat nog sneller dan gastarbeider kreeg dat een heel negatieve bijklank. En er moest dus een nieuw woord komen, zonder lading. En dat woord werd bedacht door socioloog Hilde Verwij Jonker. Zij vindt het woord allochtoon uit. En allochtoon wordt uitgevonden door haar op zoek naar een soort van neutrale term die kan verwijzen naar die bepaalde groep die zijn roots heeft in die postkoloniale migratie. In 1999 zal dan ook het Centraal Bureau voor de Statistiek die zal in 1999 dat woord gaan gebruiken in hun demografische cijfers over de samenstelling van Nederland. Maar hoe neutraal het woord allochtoon ook was, de vooroordelen die mensen hebben over migranten en gastarbeiders verhuizen mee naar dat nieuwe woord. Die negatieve connotaties blijven aan het woord kleven. En dus tegen 2016 beslist dan ook het Centraal Bureau voor Statistiek om het woord weer af te schaffen. Dus wat je hier heel duidelijk ziet, is dat je woorden over de tijd heen wel kan veranderen, maar dat die vooroordelen eigenlijk dat woord blijven achtervolgen. Dus het probleem is op zich niet het woord, maar de ideeën die achter dat woord schuilen. De reden waarom dat we het nodig achten om een bepaalde groep mensen op een bepaalde manier te gaan benoemen. Net zoals het woord allochtoon heb je ook een ander woord dat opgelegd wordt aan mensen. Dan is het N-woord. Ja? Het N-woord, dat is niet een woord dat mensen zelf hebben gekozen om zichzelf zo te benoemen. Het is niet dat er op een dag zwarte mensen hebben beslist van wij heten negers. Dat is door Europeanen opgelegd aan mensen van Afrikaanse origine als een negatief woord. Want het N-woord, historisch, is vanaf het begin een woord dat eigenlijk een synoniem is voor tot slaaf gemaakte mensen. Het gaat over hoe het gebruikt werd en waarvoor het gebruikt werd. En het werd gebruikt om zwarte mensen te ontmenselijken. En dat is het probleem met dat N-woord. In de loop der jaren werd er steeds meer kritiek geuit op het gebruik van het N-woord. Er kwam protest op gang. Begin 2000 eiste Stichting Eer en Herstel Slachtoffers van Slavernij in Suriname dat het N-woord geschrapt werd uit de Vandalen. Dat is niet gebeurd, het staat er nog steeds. Maar in spreektaal kwam er een nieuw woord voor in de plaats. Nu, het voorkeurswoord vandaag is zwart. Ja? Nu, is dat in de toekomst nog altijd een positief woord? Of wordt dat een negatief woord? Dat kan ik niet voorspellen. Maar dat is natuurlijk wel het woord dat mensen van Afrikaanse origine zich hebben toegeëigend en gezegd van wij zijn zwart. En wij zijn daar trots op. En dat is dus op zich een positief woord. En wat nou interessant is, is dat er juist net iets anders gebeurt bij de woorden blank en wit. En hier weet ik eigenlijk niet welke kleuren ik moet gaan gebruiken. Maar laat ons zeggen, voor het gemak schrijf ik wit in het groen als het nieuwe woord dat verwijst naar mensen van Europese origine. In de Nederlandse taal, vanaf de middeleeuwen, bestaan vormen van blank en wit naast elkaar om te verwijzen naar een lichte huidskleur. Dat heb je niet in het Spaans, heb je niet in het Engels, heb je gewoon eigenlijk in geen enkele van onze omringende talen. En dit gaat terug tot de middeleeuwen. In die tijd worden de woorden wit en blank als synoniem gebruikt om te verwijzen naar een lichte huidskleur. Het is eigenlijk pas in de vroege 20e eeuw, dus een goede 100 jaar geleden, dat blank voorkeur begint te krijgen en dat wit verdwijnt. Terwijl zwarte mensen onderling al die tijd juist liever niet het woord blank gebruiken. Omdat blank geassocieerd wordt met de kolonisatie en geassocieerd wordt met neutraliteit. Dit is omdat blank ook een synoniem is voor zonder kleur of kleurloos. Wat gelinkt is aan neutraliteit. Terwijl dat natuurlijk blanke mensen niet neutraal zijn, evenmin als zwarte mensen uiteraard. In de jaren 80 begint het woord wit ook weer vaker op te duiken in teksten. Onder andere in het boek Alledaags Racisme van antropologe Philomena Esset, een zwarte feministische geleerde. Maar de echte weerstand die komt er natuurlijk pas niet op het moment dat Philomena Esset in haar boek schrijft over witte mensen. De echte weerstand, de verontwaardiging, die ontstaat in 2016 wanneer dat de openbare omroep begint dat woord te gebruiken. We hebben hier een taalcommissie, hè, die eigenlijk voor de hele NOS een soort van regels vaststelt van wat doen we nou in onze berichtgeving. En daar is echt afgesproken dat we dus wit gebruiken in berichten, omdat blank in tegenstelling tot zwart een positieve connotatie heeft. Dan hebben witte Nederlanders neiging om te zeggen van maar ik noem mezelf blank. Waarom zou ik mij nu plotseling witte Nederlander moeten noemen? En het interessante hier aan wit is dat we hier een heel nieuw fenomeen hebben. Namelijk een groep zwarte mensen
is zelf beginnen kiezen om de meerderheid, de witte meerderheid, anders te gaan benoemen dan de witte meerderheid zichzelf benoemt. Door wit te introduceren maak je witheid, of blankheid als je wil, maak je het zichtbaar. Ja? Tot dan was het onzichtbaar. Ja, blank is gewoon normaal, blank is kleurloos, blank is neutraal. Het valt gewoon niet op. Door het wit te noemen, maak je het heel expliciet. En daar zie je dat het zwarte perspectief op racisme maakt het heel duidelijk dat witte mensen ook een kleur hebben. En dus witte mensen ook een perspectief hebben. En als witheid dus bestaat. Dus de mensen die niet eens moeten nadenken over racisme, want ze worden er niet mee geconfronteerd, worden door het woord witte te introduceren eigenlijk aangezet om na te denken over racisme. Is het dan beter dat we woorden als blank helemaal niet meer gebruiken? Ik ben helemaal geen fan van woorden afschaffen of verbieden. Ja? Hetzelfde geldt uiteindelijk voor het N-woord of voor het woord allochtoon. En ik denk dat het belangrijk is dat we in onze woordenboeken nog steeds scheldwoorden opnemen. Dat we tenminste weten dat die woorden een geschiedenis hebben, dat die woorden een bepaald doel hebben en dat die woorden inderdaad die vooroordelen uitdrukken. Omdat die woorden ook bestaan. Omdat die woorden ook gebruikt worden. Bedankt, Sibo. En jij, bedankt voor het kijken of luisteren. Tot de volgende!